Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Daarom staat ook in de wet waar het onderwijs tenminste aan moet voldoen. Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders werken elke dag erg hard om leerlingen goed onderwijs te geven. Ik vind humor heel belangrijk bij een leraar. Goed uitleggen en ook nog wel serieus zijn. Ja, het is altijd heel fijn als iemand je helpt als je iets niet snapt. Niet bijvoorbeeld opgeven als kinderen het echt niet snappen, zo van, snap je het nou nog niet? Daardoor is het Nederlandse onderwijs gevarieerd en van een hoog niveau. De inspectie van het onderwijs waarborgt dat scholen tenminste onderwijs bieden dat voldoet aan de basiskwaliteit. Ik ben vooral er heel erg voor de kinderen. Ik vind het belangrijk dat ze het ook fijn hebben. En dat ze op een fijne manier, in een fijne omgeving, kunnen leren wat ze moeten leren. Onderwijs is voor mij zo belangrijk, omdat het gewoon de toekomst van kinderen bepaalt. Goed onderwijs begint op de school natuurlijk. En ik denk dat heel belangrijk bij goed onderwijs is dat leerlingen zich thuis voelen op de school. Ik zie dat mijn werk effect heeft, bijvoorbeeld bij scholen die een aantal verbeterstappen moeten ondernemen en waarmee we hebben afgesproken, nou, dat gaan we wat intensiever gaan we dat volgen. We gaan jullie intensiever helpen om die stappen te zetten. En dat ze dan naar een traject, dat ze daar dan ook daadwerkelijk veel beter uitkomen. En de inspectie stimuleert besturen en scholen om te blijven werken aan nog beter onderwijs. Dat is niet iets om bang voor te zijn, maar dat kan ook heel inspirerend zijn. Dat is een blik van buiten, een blik van met kennis van buiten. En ja, daar kan je ook weer verder komen als school. Tenminste eens per 4 jaar komt de onderwijsinspectie op iedere school. Bovendien worden jaarlijks op afstand de gegevens geanalyseerd van elke school om te zien of er risico's zijn. En 1 keer per 4 jaar doet de inspectie uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen. Dit vierjaarlijkse onderzoek begint bij het schoolbestuur. Want voor het onderwijs is uiteindelijk het bestuur verantwoordelijk. De kwaliteit van het onderwijs dat begint bij de bestuurder. Omdat wij ervan uitgaan dat besturen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. En daarom zitten we vandaag hier. Ik denk dat heel belangrijk is dat de bestuurder voortaan als eerste aangesproken wordt. Hè? Van een bestuurder mag verwacht worden dat hij weet wat er in zijn scholen gebeurt. Dus ook logisch dat die als eerste wordt aangesproken op wat de kwaliteitszorg is, wat de school ambieert, wat de ambities van de school zijn. En de inspecteur bezoekt scholen en kijkt in de klas. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat moet beter? Wat wil de school zelf bereiken en hoe doen ze dat? Het gesprek met de inspectie is altijd, vind ik, heel inspirerend. Het gaat gewoon over de dingen waar het over moet gaan. Gebeurt dat vaak bij jou, dat je al eerder klaar bent? Ja, en dan ga ik gewoon kijken wat ik voor huiswerk heb en dan ga ik dat erbij pakken. Je loopt door de gangen, je komt in de aula, je spreekt met leerlingen, met docenten. En de manier waarop ze praten over de school, de loyaliteit die ze voelen voor de school, voor hun docenten. De betrokkenheid die docenten tentoonspreiden voor hun leerlingen. Ja, dat zegt heel veel over het leer- en leefklimaat. So continue working. If you have any questions, you can ask me, okay? Als docent zelf ben je vooral bezig natuurlijk met zorgen dat je eigen lessen heel goed verlopen. En als dan de inspecteur komt, dan zie je wel van, oh ja, daar letten ze op, daar kijken ze naar. Ook daarna, als ze even vraagt van, goh, waarom heb je dit gedaan? En wat wilde je ze hiermee leren? Dan denk je ook weer even na over je lessen. Dus dat is op zich ook natuurlijk heel goed. Dat je achteraf nog even terugkijkt van, goh, wat wilde ik hier eigenlijk mee? Daarnaast volgt de inspectie voortdurend de ontwikkelingen in het hele onderwijs. Hoe staat het onderwijs in Nederland ervoor? Van basisschool tot universiteit. Hoe het met het taalonderwijs gaat bijvoorbeeld. Of met gelijke kansen voor ieder kind. Of zijn er knelpunten waar veel scholen of opleidingen mee te maken hebben. En zijn er scholen die daar slimme oplossingen voor hebben bedacht? Met die informatie kunnen alle betrokkenen aan de slag. Beleidsmakers, besturen, schoolleiders, leraren. Om het onderwijs in Nederland nog beter te maken voor iedere leerling. Omdat ik zoveel van leren eigenlijk hou, lijkt het mij leuk om later ook zelf les te gaan geven. Want dan kan ik andere mensen weer helpen om te leren. Hallo, school is geweldig!